Na een bouwklus van ruim 3 jaar is de bunkertoren aan de Eindhovense Kennedylaan klaar. 100 meter is die. En de toren biedt plek aan 210 koop- en huurwoningen over 32 verdiepingen. Op de plek van de toren stond vroeger de zogenoemde bunker. Een plek waar studentenverenigingen zaten en feestjes werden gehouden. Die monumentale bunker is gerenoveerd en biedt nu plek aan kantoren en een café. Bovenop het oude gedeelte is de woontoren gebouwd. Het architectenbureau koos bij de bouw bewust voor veel beton, glas en hout. Verwijzend naar de stijl van de bunker uit de wederopbouwperiode. Bewoners kunnen hun auto neerzetten in een ondergrondse parkeergarage.